Welkom op het kanaal van Wat eet je dan wel? Mijn naam is Suzanne en vandaag gaat het niet over eten, maar over lichaamsverzorging en haarverzorging. Ik laat je namelijk zien welke producten ik momenteel gebruik die proefdiervrij en veganistisch zijn. Ja, je staat er misschien niet bij stil, maar ook in producten zoals nagellak, lippenstift, shampoo, haarmaskers, noem maar op. Ook daar kunnen dierlijke producten in zitten en die wil je natuurlijk als veganist vermijden. Welke dierlijke producten zitten er dan in, zul je je misschien afvragen. Nou, ik zal je een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld in rode nagellak en rode lippenstift en bijvoorbeeld roze rouge kan karmijn zitten. En karmijn is het bloed van geplette luizen. Niet echt heel smakelijk. En in de meeste lippenbalsems helaas en in veel handcremes is bijenwas verwerkt. En dat is ook iets wat veganisten vermijden. Misschien heb je wel eens gehoord van retinol. En dat komt uit de lever van dieren of eieren. En dat zit vaak in gezichtscremes met retinol. Keratine is er ook een om te vermijden als veganist. Dat zit vaak in haarmaskers en shampoo en conditioners. En keratine is afkomstig van bijvoorbeeld veren en ook hoeven en snavels en botten. Ja, niet echt heel smakelijk. Ik wil het in ieder geval niet in mijn producten. Dus alles wat ik gebruik is zonder dierlijke ingrediënten en het is niet getest op dieren. Dus ik ga je laten zien, letterlijk van top tot teen, wat ik momenteel gebruik. Ik zal beginnen met de producten die ik voor mijn haar gebruik. Nou, ik ben van origine brunette en ik laat een keer of drie, vier keer per jaar blonde highlights in mijn haar zetten. En daar overheen gaat ook nog een blonde spoeling. Maar na een tijdje worden die blonde highlights een beetje gelig. En dat gebeurt met blond en wit en grijs haar. Dat kan gelig uitslaan. En dat kun je opfrissen door middel van een zilvershampoo. En nou was ik al een tijdje op zoek naar een goede zilvershampoo. Ik heb een poosje die van Lush gebruikt, Daddy O. Daar was ik wel tevreden over, maar eerlijk gezegd zocht ik ook naar een beetje een wat voordeligere, wat betaalbaardere variant. En ik hou natuurlijk van producten uitproberen. Dus ik was heel blij toen ik deze zag bij Ethos. Ethos zilvershampoo. Ik heb bij Ethos eerst gecheckt of deze vegan is. Deze is dus zowel vegan als proefdiervrij. En heel betaalbaar. Hij is €3,99. En het is gewoon een prima shampoo. Het enige maar dat geldt voor alle zilver shampoos vind ik, is dat ze je haar heel stug maken. Dus dan is een conditioner wel echt een must. Dus ik zou deze zeker aanraden. €3,99. Niet duur. En toen zag ik bij Ethos ook deze shampoo, de Nude shampoo. En deze Nude shampoo is speciaal geschikt voor de gevoelige hoofdhuid en vrij van parfum, zeep en parabenen. En ja, dat is natuurlijk super, want in veel shampoos zit gewoon troep, dierlijk of niet dierlijk. Er kunnen inderdaad dingen als parfum, zeep en parabenen in zitten. En dat zorgt voor een trekkerig, jeukende hoofdhuid en daar heb ik wel eens last van. Dus leek het me wel een goed idee om af en toe mijn hoofdhuid een beetje een break te geven door deze shampoo te gebruiken. Gewoon een milde shampoo die mild is en lief is voor je haar. En ook deze is €3,99 vegan en proefdiervrij. En qua conditioner, dus qua crèmespoeling, gebruik ik momenteel iets anders. Ik zal hem er even bij pakken. En dat lijkt een beetje op dit product wat ik al een hele tijd gebruik. Dit is de Coconut Oil Pre-Shampoo Haarolie van de Body Shop. Dat is eigenlijk een beetje een omgekeerde conditioner. Dit doe je voor het wassen in je haar. Dat laat je intrekken als een soort masker. En daarna was je je haar. En toen zag ik deze bij Holland & Barret en die gebruik ik al een poosje zoals je kunt zien. Hij is al bijna voor de helft. Dit werkt eigenlijk hetzelfde. En dit is echt allebei trouwens hele prettige producten voor je haar. Zeker mijn haar, heel droog. En nou ja, door het verven, door het blonderen heeft het wel wat te verduren. Dus geef ik het af en toe een boost door dit te gebruiken momenteel. Ik gebruik deze ook af en toe, maar deze gebruik ik momenteel het meest. En dit is een flesje van 150 ml en dus verkrijgbaar bij Holland & Barret. En hij kost €9,39, maar ze hebben vaak hele goede aanbiedingen voor de helft van de prijs bijvoorbeeld of tweede gratis. Nou, dat waren de producten van mijn haar en dan de producten voor mijn gezicht. Hiervoor gebruikte ik altijd de oogmake-up remover van DM, van Balea. DM is een Duitse drogisterij, maar vanwege corona ben ik daar echt al heel lang niet geweest en ben ik helaas door mijn voorraad heen. Maar ik had deze nog staan en die gebruik ik nu als oogmake-up remover. Dit is micellair water van NAE en dus ook perfect om je oogmake-up remover te verwijderen. Zo'n grote fles van 500 ml kost €7,99. En dan als gezichtsmasker gebruik ik ongeveer 1 à 2 keer in de week dit masker momenteel van Freeman. Deze heb ik al vaker gehad. Deze is echt super fijn.
Dit is met avocado en havermout. En dan breng je dit aan en dan droogt het op als klei. En dan spoel je het af en het is gewoon heel voedend en je voelt het gewoon werken. Ik vind het een heel fijn masker. En ik koop het bij Kruidvat voor €4,99. Maar ook deze is regelmatig in de aanbieding. En dan nog meer voor mijn gezicht. Als ik weet dat ik naar buiten ga, bijvoorbeeld momenteel wandel ik 2 keer 45 minuten per dag, dan weet ik dat ik veel in de zon kom en dan is het belangrijk om je huid te beschermen. Ik raad je echt deze aan. Deze gebruik ik van de HEMA. Dit is zonnebrand voor je gezicht. Factor 30. Wat fijn is aan deze is normaal als je zonnebrandcreme op je gezicht smeert, heb je vaak zo'n witte waas achterblijft. Dat is hier niet bij. Deze is matterend en hij trekt goed in. Dus je hoeft niet een uur te wachten voordat het niet meer zo plakkerig is. En ik ben hier echt heel tevreden over. Een tube van 50 ml kost bij de HEMA €6,50. En vroeger gebruikte ik echt een aparte dag- en een aparte nachtcreme. Maar nu gebruik ik gewoon 1 creme voor zowel dag en nacht. En dat is deze. Deze gebruik ik echt al vrij lang inmiddels. En ik ben hier echt oprecht fan van. Dit is vitamine E-creme van Jacob Hoy. En deze koop ik bij Holland & Barret. Een pot met 140 ml kost €5,49. Deze gebruik ik elke dag. 'S ochtends en 's avonds. En meestal ga ik 's avonds douchen. En dan doe ik hier een hele dikke laag van op mijn gezicht. Ik heb net een pot leeggemaakt, dus ik heb nu een nieuwe pot aangebroken. En doe ik hier een hele dikke laag van op mijn gezicht als een soort masker. En dan na een kwartiertje is het helemaal opgenomen door mijn huid. En dat voelt zo fijn aan. En bij heel veel crèmes die ik in het verleden heb gebruikt, reageerde mijn huid echt heel fel. Dan wordt het helemaal rood en trekkerig en stond het in brand. Maar bij deze crème, ja, heb ik daar totaal geen last van. Het is een hele fijne crème. Hij is ook parabenenvrij. En hij kan inderdaad zowel als dag- als nachtcreme. En daar gebruik ik hem dus ook voor. En ik ben hier echt mega fan van. Dus zoek jij nog een goede creme voor je huid? No spon, betaal dit gewoon allemaal zelf. Dan raad ik je echt deze aan. Dit is echt ja, een topper wat mij betreft. Het enige wat ik hier aan zou veranderen is de verpakking. Kijk, het is natuurlijk fijn zo'n grote pot. Want het is echt wel voordelig, 140 ml. Maar ik had het zoveel liever in een tube gezien. In een hygiënische tube. Want nu moet ik elke keer met mijn handen in. Meestal gebruik ik een spateltje. Omdat het toch wel, ja, ook al heb je schone handen, is het toch onhygiënisch gewoon. Ik heb liever een tube. Maar goed, ik neem het voor lief, want deze crème is zo fijn. Nogmaals, zo fijn echt. Ja, dit is echt een hele fijne crème. Dus die gebruik ik voor mijn gezicht. En als tandpasta gebruik ik momenteel, zoals wel vaker, die van de HEMA. En hij is rond €1. En gewoon prima tandpasta, niks mis mee. Zo'n blauwe frisse gel. Poetst gewoon goed schoon. En qua lippenbalsem gebruik ik graag deze van de HEMA, de Soft Tinted Lippenbalm. En deze, nou, ik ben denk ik al aan mijn 5e of 6e toe. Deze heb ik een tijd geleden ontdekt. Hij is heel roze van kleur. Hij heeft gewoon een lichte glans. Wat ik fijn vind aan deze lippenbalsem is dat hij vegan is. Dat is nogal uniek, want de meeste lippenbalsems helaas bevatten bijenwas en deze niet. Wat ik belangrijk vind aan de lippenbalsem is dat je hem niet proeft, dat hij niet ruikt. En dat hij goed smeert. En dat is bij alle drie het geval. Ik ben echt fan van deze lippenbalsem. Het is gewoon een prima lippenbalsem. Dit is een nieuwe trouwens. Behoorlijk groot ook. En hij kost €2. Waar ik ook echt blij mee ben. Dus lekker betaalbaar. Echt HEMA. Vegan en proefdiervrij. En gewoon hartstikke lekker. Het is echt een van mijn favoriete geuren. En lekker betaalbaar. Daar hou ik echt van. Ik vind het belangrijk dat ik het wel gewoon normaal kan betalen. En ja, dit is gewoon heerlijk. Dit is de... En qua luchtje gebruik ik al een hele tijd, ik denk al ruim een jaar. Dit is mijn tweede flesje van Ethos. De Mystic Night. Dus een heerlijk luchtje, heerlijk zwoel en een beetje bloemig. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, daar ben ik helemaal niet goed in. Geen idee, maar wat zeggen ze zelf eigenlijk? Ja, oriëntaals, bloemig, geur van roos, aangevuld met roze peper, sandelhout en kruidige patchouli. Ja, echt, I love it. Het is echt gewoon heerlijk. En ik heb dus zowel de Eau de Toilette als de Body Mist. Eau de Toilette is uit mijn hoofd €10. En deze zal denk ik €5-6 zijn. Heerlijk. En dan heb ik deze van de HEMA. Dit is de Sensitive Body Lotion. Die heb ik al eerder laten zien op Wat Eet Je Dan Wel. Het is niet mijn lievelings body lotion, maar ik maak hem op. Hij is wel oké. Het enige wat ik wel vervelend vind, is dat ik gebruik hem vooral voor mijn benen, is dat hij niet fantastisch goed uitsmeert. Hij smeert wel goed uit, maar hij laat een beetje wit streep achter, wat vrij lang duurt voordat het ingetrokken is. Dus ik ben nog op zoek naar een betere, betaalbare vegan body lotion. Heb je tips? Laat het zeker weten. Het is trouwens wel geen minerale olie, geen kleurstoffen en geen siliconen.
En helemaal vegan. En de tube is gemaakt van minstens 35% gerecyclede materialen. Dus wat dat betreft top, Hema. En deze drie producten heb ik van Fabien gekregen afgelopen kerst alweer. Dus kan je nagaan hoe zuinig ik hiermee ben. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Dit is Sleepy en dit is absoluut mijn lievelingsgeur van de hele Lush collectie. Maar dan moet ik erbij zeggen dat ik nog maar zo'n klein stukje van de Lush collectie heb geprobeerd. Sleepy en Twilight. En de Twilight, dat is eigenlijk een bodyspray, maar daar gebruik ik hem niet voor. Ik spray hem namelijk over het beddengoed en dat is zo lekker. En dan voor het slapen gaan, af en toe, dan gebruik ik een heel klein beetje douchegel. En daarna smeer ik me in met de Sleepy Body Lotion. En in combinatie met dat en dit, en oh, echt heerlijk. En dan qua verzorging, deodorant, gebruik ik Salt of the Earth. En ik heb hier verschillende van staan. Momenteel gebruik ik deze. Deze is met lavendel en vanille. En dit is dus een roller. Ruikt gewoon heel lekker mild. Niet overdreven lavendel, maar ook gewoon zoet vanille. En hij werkt gewoon goed. Hij is niet getest op dieren. Laat geen witte strepen achter en doet gewoon goed zijn werk. En deze kun je in de meeste drogisterijen kopen. Bijvoorbeeld Ethos voor €1 of €6,99. En dan qua zonnebescherming liet ik net al zien dat ik voor mijn huid die van een gezichtscreme gebruik voor de Hema. Maar voor mijn lichaam, als ik op een zomerse dag een korte broek aan heb of een jurkje met blote benen en blote armen. Dan smeer ik me hiermee in. Dit is de Kruidvat Originals zonnemelk met walnoot en factor 30. Deze is €6,99 en hij is dus verkrijgbaar bij Kruidvat. Ik vind alleen de geur niet zo fantastisch. Het stinkt niet, maar ik heb wel eens lekkerdere zonnebrand geroken. Walnoot, dus daar moet je wel van houden, maar het vervliegt snel. Dus ik maak hem wel op en ik vind het een prima zonnebrand, zeker voor dat geld. Maar de geur ben ik niet helemaal dol op. Het is de eerste keer dat ik hem gebruik. En dan voor onder de douche heb ik een favoriet. En dat is eigenlijk, ik heb alle producten die je ziet gewoon zelf betaald. En dit is de enige die ik heb gekregen. Maar al had ik hem niet gekregen, had ik hem nog gekocht. Want ik was hier al fan van. Ik heb deze namelijk gekregen voor een samenwerking onlangs op Instagram. En dit is Original Source. En ik snap niet dat dit niet beter verkrijgbaar is in Nederland. Want je moet het echt online kopen. Volgens mij DEA drogist heeft het, maar dat weet ik niet zeker. Maar wat mij betreft komt dit gewoon in iedere drogisterij te liggen. Deze douchegels zijn zo fantastisch en ik heb ze ontdekt in Duitsland. Daar kun je ze volop kopen bij DM bijvoorbeeld. Deze douchegel is vegan, proefdiervrij en zonder zooi. Dit is gewoon echt top douchegel wat mij betreft. En vooral deze, en ik moet eerlijk zeggen, ik had uit mezelf deze nooit gekocht. Want toen ik deze kreeg voor de eerste keer dacht ik, het is net alsof je gaat douchen en dan ruikt naar mondwater of zo, mint. Ik ben hier heel zuinig mee, want ik gebruik dit alleen op hele warme dagen. Als het heel warm is en je hebt het helemaal gehad en je wil even lekker verfrissende douche, dan moet je echt deze hebben. Want als je dit op je huid smeert, dan tintelt het helemaal. Zo verfrissend. Echt, dit is mijn lievelingsdouchegel ooit. Gewoon voor warme dagen. Dit is een aanrader. Deze vind ik ook erg lekker voor de wat minder warme dagen. Ik heb er nog meer staan, maar dit zijn mijn twee favorieten. En dan qua nagelverzorging. Ik gebruik deze nagellak remover van de Hema met aceton. Dit is een flesje van 125 ml en betaalde ik €1,25 voor. En dit is gewoon prima nagellak remover voor weinig geld. En qua nagellak kies ik meestal voor merken zoals Catrice en Essence. Want daar staat zo handig bij vermeld op het schap welke nagellakjes vegan zijn. Bij het Kruidvat koop ik die meestal. Maar nu zag ik bij Ethos Sally Hansen. En ik wist dus niet dat dat merk, die nagellakjes, vegan zijn en proefdiervrij. Althans, ze zijn volgens mij niet allemaal vegan, maar wel die ik zag. En ze waren ook nog eens in de aanbieding, dus toen heb ik er twee gekocht. Ik heb gekocht deze, die heb ik nu ook op. Een hele subtiele, glanzende nagellak. Dit is de Good Kind Pure. Dit is nummer 200, Pink Cloud. En hij is sheer, oftewel doorzichtig. Het is gewoon een hele eenvoudige nagellak. En ik ben hier echt heel blij mee, want het is gewoon een simpele nagellak. En ik heb qua kleurtje deze gekocht. Dit is de Insta Dry. Is heel snel droog. Nummer 363, Let's Jam. En ik ben echt tevreden over beide.
Het is een heel fijn kwastje die gelijk je hele nagel bedekt. En ik ben eigenlijk prima tevreden over beide. En deze Pure serie kost €9,99 per flesje. En deze Insta Dry is er in allerlei kleurtjes. Staat online, kun je zien welke kleurtjes er allemaal zijn. Kost €5,99. Dat waren ze, de producten die ik momenteel gebruik voor mijn huid, mijn haar en mijn nagels. Die proefdiervrij en vegan zijn en betaalbaar. Heb jij nog aanraders voor mij die ik de volgende keer kan proberen? Laat het me zeker weten hieronder. Ik ben sowieso benieuwd naar welke producten jij gebruikt op dit gebied. En bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel. Doeg!